Dit is onze allereerste turbine die wij hier geïnstalleerd hebben. Al in 2008, dus hij is bijna 6 jaar, staat hij hier al. En deze turbine is aangesloten op het Nederlandse energienet. Dus wij wekken hier ook gewoon echte elektriciteit mee op, duurzame elektriciteit. En wij hebben deze turbine eigenlijk gebruikt om de technologie mee te bewijzen. Dus het concept te bewijzen dat het werkt. Het IJsselmeer, dus dat is achter jullie, dat is het IJsselmeer. En achter mij, dat is de Waddenzee. En als het laagwater is in de Waddenzee, dan gaan de spuideuren hier open. En dan gaat dat overtollige water uit het IJsselmeer, wordt de Waddenzee ingespuit. En de stroming die daardoor ontstaat hier in de sluis, die gebruiken wij om de elektriciteit op te wekken. Nou, wij focussen ons dan nu voornamelijk op gebieden in Noord-Amerika. Van Canada langs beide kusten, daar is heel veel potentie. Als je kijkt in Europa, voornamelijk Engeland en Frankrijk, zit veel potentie. Zuid-Amerika is een opkomende plek waar een groeiende vraag is naar elektriciteit, omdat de economieën daar nog steeds groeien. En datzelfde geldt eigenlijk voor Zuidoost-Azië, waar een groeiende vraag is naar elektriciteit en heel veel potentie. En in de toekomst zal het alleen maar groter worden. En wij zijn ook bezig met turbines nu al van 1 megawatt. Die hebben wij in ontwikkeling en die zal over een aantal jaren zullen wij die op de markt gaan brengen. En ik denk dat er wereldwijd een stuk of 10, 15 bedrijven zijn die op dit moment ook turbines echt op zee aan het testen zijn. En dat zijn toch grote stappen die daar gemaakt worden. Dat zijn serieuze projecten die gerealiseerd worden. Dus we hebben al een aantal van deze turbines daadwerkelijk verkocht. En zijn daarmee het eerste bedrijf eigenlijk in de wereld die dit soort turbines maakt. Dus het pionierswerk dat is wel voorbij en nu is het zaak om te professionaliseren en dit goed in de markt te zetten.